Dag beste leerlingen, ik hoop dat jullie van de vakantie hebben genoten. Deze week gaan wij verder met afgeleide. We hebben reeds afgeleide berekend met behulp van de definitie. Jullie hebben de laatste week voor de vakantie ook dat nog eens kunnen herhalen en daar nog een samenvatting van gemaakt, dus ik hoop dat alles nu duidelijk is. Nu gaan we daarmee verder gaan, maar uiteindelijk is er een makkelijkere manier om afgeleide te berekenen dan de behulp van de definitie. Er zijn rekenregels om dit te doen. Die rekenregels zijn eenvoudiger, maar die rekenregels moet je wel van buiten leren. De eerste rekenregel die we zien is dus die voor de afgeleide van een constant getal of een constante functie. De afgeleide van een constante functie is altijd gelijk aan 0. Dus een voorbeeld, de afgeleide van 9, en 9 is een constante functie. Ja, de afgeleide van 9 is 0. De afgeleide van min 7 is ook een constante functie. Ja, die is dan ook 0. Okay. De tweede formule is de afgeleide van x tot de n. En deze rekenregel is ook eentje die je van buiten moet kennen. Dus hoe bereken je de afgeleide van x tot de n? Je zet je n, je exponent, vooraan. En bij de afgeleide, bij de berekening van de afgeleide moet je dan je nieuwe exponent met eentje verlagen. Zo heb je bijvoorbeeld de afgeleide van x tot de derde. We berekenen de afgeleide door de 3 vooraan te zetten en de exponent, dus je 3, met eentje te verlagen. Dus dan krijg je 3 en dan x met de nieuwe exponent 3 min 1, dus 2. Nog eens, je zet dus de exponent voor x en je verlaagt de nieuwe exponent met 1. Deze oefening hier, de afgeleide van x tot de derde, is 3x². Die hebben we ook gemaakt met toepassing van de definitie. Dus je kan nu gaan vergelijken dat je toen dezelfde oplossing had als nu. En je ziet dan dat het nu veel makkelijker is om die afgeleide te berekenen, dat het echt veel sneller gaat. Deze definitie of deze formule kan je ook toepassen voor machten met negatieve en rationale exponenten. Dus als je bijvoorbeeld de afgeleide moet berekenen van x tot de min tweede, ja, je zet de exponent vooraan, dus je krijgt min 2 maal x en de nieuwe exponent wordt eentje lager, dus min 2 min 1 wordt dan min 3. Ja, dus je krijgt min 2 maal x tot de min derde. Hetzelfde voor rationale exponenten. Als je de afgeleide moet berekenen van x tot de macht 3 tweede. Zelfde werkwijze. Je zet je 3 tweede vooraan. Dus je exponent komt vooraan te staan. 3 tweede. Ja, hier 3 tweede. Maal x. En je verlaagt de exponent met 1. Dus 3 tweede min 1 of min 2 tweede is dan 1 tweede. 3 tweede maal x tot de 1 tweede kan je ook noteren als 3 tweede maal de vierkantswortel van x. Okay. Nog een voorbeeldje op deze formule. De afgeleide van x. Ja, als we daarvoor de definitie toepassen of de formule toepassen, dan krijgen we de afgeleide van x. X kan je ook noteren als x tot de eerste. Je schrijft de exponent vooraan, maal x tot de macht eentje minder. Ja, x tot de nulde is 1, dus wat blijft er staan? 1 maal 1 is 1. De afgeleide van x is 1. Die hebben we vaak nodig, dus en dat is makkelijk dat je die echt van buiten kent. En nog een voorbeeldje, de afgeleide van x tot de tweede. Je zet de exponent vooraan, dus je 2 komt vooraan te staan, maal x, en dan de nieuwe exponent is eentje lager, dus 2 min 1 is 1. Je krijgt dus 2 maal x als resultaat. Een derde rekenregel is de veelvoudregel. Als je de afgeleide moet berekenen van k en k is getal, maal een functie, dan is dat hetzelfde als dat getal vermenigvuldigen met de afgeleide van de functie. Het wordt duidelijker als we het in een voorbeeld zien. Dus de afgeleide van min 3x is hetzelfde als, ik mag het getal min 3 van voorzetten en dan de afgeleide nemen van x. De afgeleide van x, die hadden we reeds berekend daarstraks. Hier, de afgeleide van x is 1. Dus wat krijgen we nu? We zetten min 3 vooraan. Min 3 maal 1 eigenlijk, want we weten dat de afgeleide van x 1 is, is dus min 3. Ook deze oefening hebben we gemaakt met de toepassing van de definitie op pagina 80, dus je kan weer gaan vergelijken dat je daar ook min 3 als resultaat had. Nog een voorbeeldje, de afgeleide van 5 maal x tot de min 2e. Is, ja, je zet uw 5 vooraan, want je mag het getal afzonderen. 5 maal de afgeleide van x tot de min 2e. Afgeleide van x tot de min 2e hadden we straks ook al berekend. Je zet uw exponent vooraan,
maal x en dan verlaag je de exponent met eentje, min 2 min 1 wordt min 3 en je krijgt dan 5 maal min 2 of min 10 maal x tot de min derde. Denk eraan dat je nooit een negatieve exponent laat staan, dus dat je dit noteert als min 10 gedeeld door x tot de derde. Merk hier ook op, afgeleide van 9, dat we hadden daar straks al gezien, de afgeleide van een constant getal is 0, hadden we gezegd. Wel, dat kan je ook zien met deze rekenregel, want eigenlijk is 9 hetzelfde als 9 maal x tot de nulde. X tot de nulde is 1 en 9 maal 1 is 9. Dus ik kan 9 schrijven als 9 maal x tot de nulde. Als ik dan met toepassing van de rekenregels de afgeleide bereken van 9 maal x tot de nulde, ja, dan krijg ik 9 maal 0. Ik zet de exponent vooraan, ik verlaag met eentje, dus 0 maal x tot de min eerste. Ja, 9 maal 0, ja, dat wordt 0, en dan maal x tot de min eerste, dat blijft 0. Dus zie je dat de afgeleide van 9 inderdaad 0 is. Oké. Dan hebben we de vierde rekenregel. En de vierde rekenregel is de somregel. Wat wil dat eigenlijk? Deze regel wordt gebruikt voor de afgeleide van een som of verschil van functies. Ja? De afgeleide van een som van functies kan je eigenlijk ook noteren als de som van de verschillende afgeleiden. Hetzelfde met een verschil. Dus eigenlijk de afgeleide van fx plus gx min hx kan ik ook noteren als de afgeleide van fx plus de afgeleide van gx min de afgeleide van hx. Dus je behoudt je tekens die er stonden. Maar je berekent van elke functie afzonderlijk de afgeleide. Een voorbeeldje, de afgeleide van 2x² min x plus 5. Ja, je mag ze dus gaan opsplitsen. Je neemt de afgeleide van 2x², je neemt de afgeleide van x en de afgeleide van 5 en je behoudt de tekens hier tussen staan. Als we dat doen, ja, de afgeleide van 2x², je behoudt de 2. Deze exponent komt naar voren, dus je krijgt 2 maal 2 en de nieuwe exponent wordt 1. Dus je krijgt 2 maal 2 maal x tot de eerste. De afgeleide van x, hadden we ook al gezegd, dat is 1, dus dit wordt 1. En de afgeleide van 5 is de afgeleide van een constante functie, die is 0. Dus als ik dit ga uitwerken, dan krijg ik 4x min 1. Want x tot de nulde is 1, hè? Dus 4x min 1, dat is het resultaat. Opnieuw, dit was een oefening die we ook gemaakt hebben met toepassing van de definitie op pagina 80, dus ga maar vergelijken. Je komt daar ook op 4x min 1. De vijfde regel die we zien is de productregel. Bij de productregel gaan we dus de afgeleide nemen van een product van twee functies. En wat is de regel? De regel is wel als je de afgeleide moet nemen van fx maal gx, dan is dat hetzelfde als... En ik spreek hier van fx en gx, maar je kan ook zeggen de eerste functie en de tweede functie. Ja, de afgeleide van die twee functies is de eerste functie maal de afgeleide van de tweede functie, plus de tweede functie maal de afgeleide van de eerste functie. Oké. Als we die toepassen in een voorbeeld, en we nemen bijvoorbeeld de afgeleide van 3x² min 5x maal 2x tot de derde min x². Ja, dan passen we dus die regel toe. Dan zeggen we, oké, de afgeleide van deze functie is de eerste functie, ik schrijf die rode over, ik heb die in kleur gezet, en die rode, de eerste functie maal de afgeleide van de groene, plus de tweede functie maal de afgeleide van de rode. Ja? En dan ga ik uitwerken. De eerste, dit laat ik staan, hè? 3x² min 5x laat ik in de eerste instantie staan. Ik ga wel de afgeleide berekenen van 2x tot de derde min x kwadraat. En de afgeleide van 2x tot de derde is dus 2 maal, ik zet de exponent naar voren, dus 3 maal x tot de tweede. Dus dat is wat ik hier heb, hè. 2 maal 3 maal x tot de tweede, min de afgeleide van x kwadraat hier, hè. X kwadraat, ik zet de exponent naar voren, dus dat wordt min 2x tot de eerste. Die 1 schrijven we niet. Plus, ik neem mijn plusteken over... 2x tot de derde min x kwadraat, dat is mijn tweede functie, maal de afgeleide van de eerste functie. Dus afgeleide van 3x kwadraat, ik schrijf de 3 over, de exponent komt naar voren, 2x tot de exponent eentje lager, dus tot de eerste. En dan de afgeleide van 5x, ja, dat is 5, ja, dus min 5. En dan ga ik verder uitwerken. Dit kan ik een beetje opkuisen. 2 maal 3x² wordt 6x².
Deze ook, 3 maal 2x wordt 6x, dus dan heb ik deze. Ja, en eens ik hier ben, daarna moet ik alleen nog de distributieve eigenschap toepassen en dan verder gaan uitwerken. En dat ga ik hier nu niet toepassen, en dat kunnen jullie al. Dus dat is dus een manier van werken voor de productregel. En dan heb je ook nog de quotientregel. De quotientregel is de moeilijkste om te onthouden, maar eens je hem kent, is het niet zo moeilijk om hem toe te passen. Quotient is ook een deling. Een quotient is een deling, dus je hebt de teller gedeeld door de noemer. We nemen de afgeleide van een teller over een noemer. Wel, de formule zegt, dan moet je dus de noemer nemen, vermenigvuldigen met de afgeleide van de teller, min, je trekt er vanaf, de teller, maal de afgeleide van de noemer. En dit geheel deel je door het kwadraat van de noemer. Ik onthoud deze formule, en echt in die letters, ndt min tdn gedeeld door n kwadraat. En dan is n noemer en t teller. En dan, dus noemer maal de afgeleide van de teller, min teller maal afgeleide van de noemer, gedeeld door n kwadraat. Ndt min tdn gedeeld door n kwadraat. Ik onthoud het zo. Als jij liever dit van buiten leert, dat mag natuurlijk ook. Een voorbeeldje. De afgeleide van deze functie, 2x min 3 gedeeld door x plus 1, en je ziet duidelijk een functie in de teller en een functie in de noemer. We passen de formule toe en we zeggen de noemer, die in het groen staat, maal de afgeleide van de teller, min de teller, maal de afgeleide van de noemer, gedeeld door de noemer in het kwadraat. Ja? En dan gaan we weer uitwerken. X plus 1, daar moet ik niks mee doen, geen afgeleide van berekenen, dus die schrijf ik over, x plus 1. Maar ik moet wel de afgeleide berekenen van 2x min 3. En de afgeleide van 2x min 3 is afgeleide van 2x, en dat is 2. Min de afgeleide van 3 is 0, dus er blijft alleen 2 staan. Ja? Dan zit ik hier met mijn minteken. 2x min 3 schrijf ik over, dat is hier. Hè? En dan de afgeleide van x plus 1. Ja, de afgeleide van x is 1. En de afgeleide van 1 is 0, dus dit wordt 1. Dat is die 1. Oké. En dan deel ik nog altijd door x plus 1 in het kwadraat. Daar verandert niks aan. Mijn afgeleide is berekend. Nu moet ik gewoon eigenschappen toepassen. Distributieve eigenschap, hè. X plus 1 maal 2 wordt 2x plus 2. En dan dit maal 1 blijft 2x min 3. Pas op, hier staat een min voor het haken, dus het wordt min 2x plus 3. Dan is het nog vereenvoudiger. Die 2x en die 2x zullen dan wegvallen. En ik krijg plus 2 plus 3 is 5 gedeeld door x plus 1 in het kwadraat. Oké. En ik heb mijn afgeleide berekend. Dan is er hier nog een gevolg bij. Deze staat ook in uw boek. De afgeleide van een rationale functie. Maar dat is dan een rationale functie waarbij dat de teller 1 is. En noem er dus een functie. Wat zeggen we nu? Als we zo'n functie tegenkomen en we moeten daar de afgeleide van berekenen, dan kan je ook deze formule toepassen. Dus eigenlijk kan je de formule toepassen die we daarnet gezien hebben. Wat doe je? Je neemt de afgeleide, noemer maal de afgeleide van de teller, min de teller maal de afgeleide van de noemer, gedeeld door de noemer in het kwadraat. Ja? Maar dit hier valt weg, want de functie, of de noemer maal de afgeleide van de teller, ja, de afgeleide van 1 is 0, dus dit stuk valt weg. En wat hou je over? Min de afgeleide van de noemer eigenlijk, gedeeld door de noemer in het kwadraat. Dus deze formule houd je dan over. Ik heb hier nog een voorbeeldje bij. Dus, als je bijvoorbeeld, dus hier is nog eens de formule. Als je bijvoorbeeld de afgeleide moet berekenen van 5 gedeeld door 2x plus 4, je hebt een constante in de teller en een functie in de noemer, dan zou je deze formule kunnen gebruiken. Ja? Die 5, ja, daar staat nu wel een 1, dus, maar je mag die 5 van voorzetten, hebben gezegd. Dus 5 maal de afgeleide van 1 over 2x plus 4. Ja? En dan kan je deze formule toepassen. Dus 5 maal de afgeleide van de noemer, de afgeleide van 2x plus 4, ja, dat is 2. Dus min de afgeleide van de noemer wordt dan min 2. Gedeeld door de noemer in het kwadraat, geeft u dan 5 maal min 2 of min 10 gedeeld door de noemer in het kwadraat. Maar eigenlijk kan je gewoon die vorige formule van een afgeleide van een quotient blijven gebruiken.
Want als je dus die originele deze berekening van de afgeleide, dan zie je opnieuw, en wat was de originele formule? De afgeleide van een quotient is ndt, dus noemer, maal afgeleide van de teller. En de afgeleide van de teller, de afgeleide van 5 is 0, min 5, of min de teller, maal de afgeleide van de noemer. Dus 5 maal de afgeleide van de noemer is 2, gedeeld door de noemer in het kwadraat. En je bekomt dat dan als met die nieuwe formule. Dus het is eigenlijk eenvoudiger dat je altijd die formule voor afgeleide van een quotient gebruikt. Dan moet je maar één formule van buiten leren. Daarmee hebben we alle rekenregels gezien. Je moet deze rekenregels van buiten kennen, dus zelf van buiten leren. Je kan ze nu misschien nog wel even ernaast leggen, maar zorg dat je ze dus kent. En met deze rekenregels maak je nu opgave 10 op pagina 84 tot 86. Dus dat is je opdracht voor deze week. Veel succes. En tot volgende week.